Hi, Jan. Hi. Oh, lekker. Oh. Er is een reële hoera, hoera, dat kun je wel. Super tof dat je kijkt naar deze video. Vlog eigenlijk. Gisteren had ik natuurlijk al aangekondigd dat iets zou komen. En dat is dit. Eigenlijk zou er geen vlog komen. Maar ik zat te denken, hey, wacht, ik ken nog iets op mijn computer staan. Dat is nog een video waar ik hele lange tijd geleden nog op heb genomen. Maar dan weet je, ik doe het als verrassing. En het was nog voor coronatijd in ieder geval. En ja, het was wel een leuke ding. Ik heb hier nog wel een leuke dag van gemaakt. Wat ik eigenlijk wel kan zeggen is, die persoon die er ook in zit, wil ik op de privéomstandigheden, wat er is gebeurd, daar ga ik niet over hebben, maar een van die personen is gewoon de vriendschap gewoon voorbij. Daar wil ik je dat vast bij zeggen. Dan weten jullie dat ook. En laat mij ermee. En die persoon, in ieder geval, laten we zo zeggen, dit is Glenda. Er komt tussen mij een contact en Glenda is voorbij. Privéomstandigheden. Laat mij en Glenda in ieder geval wel met rust erover. Al ga je en ik zie Glenda al op straat. Laat ons tweeën lekker met ons gang gaan. Zij heeft haar ding. Ik heb mijn ding. Punt. Dat wil ik even vast bij zeggen. En het is gewoon privélijk. En daar ga ik nu geen details in zeggen. Wat dan ook. Maar ik vind het wel handig. Ik ben misschien niet echt grote YouTuber, maar ik vind, al is er iets, je hoeft geen details tegen te zeggen eigenlijk. Maar wat ik wel belangrijk vind, als die persoon bijvoorbeeld heel lang niet in een vlog is, dat ik wel iets ervan zeg wat er aan de hand is. Dat gewoon iets speelt, maar dat het niet verteld wordt. Dat vind ik persoonlijk belangrijk. En zo zit ik in elkaar. Niet dat ik die haar boos wil hebben of wat dan ook. Het is niet mijn bedoeling. We hebben gewoon eigen dingetjes meer. En de rest is voor onszelf. Dat was het wat ik eigenlijk wil vertellen. Maar ja, wat ik wil vertellen is dat gaan jullie nu zien de video. En veel kijkplezier. Hi, Jan. Hi. Oh, lekker. Oh. Er is een reële hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is jij! Was eigenlijk, maar ja. Wat ben jij? Nog steeds? Nou, oké. En ik? Ja, ook. En u? En ik ook! Hij is aan mij gericht, hoe? En ik ook. Ja, ook daar ook gesproken. Hallo, is al, ja. Even rustig. Rust eraan! Daar, tafel. Oh, ook goed. Zo. Hoe vind je de surprise? Ja, wel leuk. Ja, vind je het leuk? Daarvoor moest ik hier de weg. Ja, dat dacht ik al. Ik vroeg nog aan haar van is hetzelfde als Dirk? Misschien, misschien ook niet. Dus, en nu? Nee, ik vraag het aan jou. Wat? En dat in onzekere tijden. Hè? In onzekerheid. Ja, dat was heel nieuws nodig. Nee, dat heb ik dus, gezegd. Dus, ja. De volgende keer? Ja, je weet niet meer wat hij moest zeggen. Nee, ik ben sprakeloos. Ja, dat is al gelukt. Het is al gelukt. Had je dit dan verwacht? Ja! Wow. Dat ik sprakeloos zou worden. Ja. Ja, dat ben ik ook, ja. Oh, kijk dit dan. Oh, niet leuk. Is leuk. Oh, zo, en nu? Nee, dat mogen we dus niet doen. Dat was het spel, dat was ons gezet. Of dat heb ik niet gezegd. Ja, we gaan een cadeautje uitpakken. Ik moet even spelregels uitleggen. Ja, okay. Spelregels. Dat is? Ieder krijgt een cadeautje. Ieder krijgt een cadeautje. Ja. En wij moeten maar uitkijken van wie wat is. Precies. Oh. Of het voor jou is of voor mij. We moeten wel gokken. Ja. Oké. Moeten we het uitpakken, maar we moeten het
Kijk of hier is. Juist. Okay. Wil eerst ja reactie. Oh. Pak hem maar uit. Ik ben altijd zo, hè? Heel voorzichtig. Je hebt het van je moeder volgens ja. mij. En dan wil ik jouw reactie. Ja, ik weet niet wat het is. Kan dat sowieso? Ja, dat merk ik ook. Het zou leuk zijn als hij al uitgepakt is, dan moet ik hem niet meer uit te pakken. Oké, 6 minuten later. Hoe is je ingepakt? Nee. Wel goed ingepakt. Ja. Dat wel. Het is nog geen Sinterklaas. Kijk alsjeblieft, man. Oh, die ken ik. Die heb ik in de winkel zien liggen. Ik ga verzekeren, geen naam in welke winkel. Het staat erop. Het staat op de verpakking. En dan... Ja, hou even. Voor wie is die eigenlijk? Voor hem of voor mij? Voor jou. Oh, oh. Dat was wel te zien. Oh, rituals. Ja. Oh, Klaas! Oh, ja. Oh, ja! Zo. Wauw! Lekker, hè? Oh! Lekker, hè? Oh, dankjewel! Oh, wauw. En die is... Moet ik nou weer uitpakken? Oh, hoe krijg ik dat nou weer in godsnaam? Ik heb het ook ik heb het ook voor elkaar gekregen. Oh ja, je hebt natuurlijk. Je was erbij! Ja, ik was erbij. Je was erbij, dus je had kunnen weten dat hij niet voor jou was. Ja, dat klopt. En hier was niemand bij. Ja, jij op achter een kussen. Ik weet hoe ik die ga editen. Nou, die is leuk! Ja, hè? Ja. Leuk, hè? En dankjewel! Wie is voor? Jou! Ja. Huh? Ah, oké, okay, ja. Hij is blij. Fuck, ik wil ook een beetje gelijk zien. Zit er echt een logo op? Ja hoor. Ja hoor. Hij weet niet meer wat. Hij hoort. Leuk, hè? Zeker. Gaaf. En volgende? Nou, we hebben haast. Ja, ik ben even benieuwd. Ja. Oh, moet ik die openmaken? Ja, die ga ik weer openmaken. Ja, nou is het van jou, hè? Nee, dit weet ik niet. Ik weet het ook niet. Jij weet het ook niet? Nee, deze keer de Dirk zit. Dirk, van wie is die? Weet ik. Dat is een leuke, hè? Dat is een leuke, hè? Ik weet het nog. Dan weet je het allemaal niet. Nee. Maar... Ja. Wat vind je dan? Dankjewel. Ja, die geef ik jou gewoon. Ja. Alsjeblieft. Oh ja. Wow. Die mooie foto. Ik ben er volgens mij daarheen geweest, deze wedstrijd. Ik was erbij, want stond ik daar in die hoekie. Dat is... Ik... Oh, die Kuip. Ik zat daar in de hoekje. Welke vlag is dit dan? Feyenoord. Oh echt? Dat is ook met Feyenoord te maken. Oh, dat is de thuisvlag of zo? Ja, zo, ja. Er zijn heel veel verschillende vlaggen. Wauw, gaaf! Ja. Ga ik doen. Oh, van 2000 is die. Of niet? Hier is de 2016. Ja. Dus... Maar van wie die is, weet ik niet. Ik weet... Pim, nog wat. Staat erop. Pim, nog wat. Ik zou hem daarin doen, schat. Hij is gaaf. Nog 2 cadeautjes te gaan. Ik moet helemaal vrezen, dus. En die weet jij dan weer? Volgens mij. Hij is heel zacht. Kussen. Waar moet ik houden? Ah! Ja, kussen. Voor Feyenoord. En minitas. En minitas. Laat me zeggen, die past bij mij. Die kleine. Ja, juister. Juister. Daarom hebben we ons een kleine ballon opgepompt. Ja.
Hij is niet. Oh mijn god. Oh mijn god, nee. Niet. Kijk, zo naar school. Ja. Of naar je werk. School. Nee. Of naar je werk, weet ik veel. Deze heb ik ook goed ingepakt. Ja, dat weet ik wel. En ja, die laatste cadeautje, dat is... Ik zal hem ook eigenlijk uitpakken. En ik weet van wie die is. Ik ook. Hij ook. Hij ook, en ik niet. Ja, jij niet. Nou, ik niet. Alsjeblieft! Wat is dit dan? Alsjeblieft! Wat is dit dan? Nou, zei ik gewoon naar je toe. Alsjeblieft! Alsjeblieft! Zie je wat? Ja, ja. Wat is dit verre kijker? Dit is van Richard. Dat is... Volgens mij de douchegel. Oh! Kijk hè. Want krijgvoam weet ik precies niet wat. Douchegel? En die is voor. Nou, douchen. Die is ook lekker. Heb ik in de. De bodylotion! Maar bodylotion met crack. Met crackballetjes. Oh, lekker! Oh, dat ben ik wel gek. Ja. Vind je deze leuk? Ja, Aline. Ja, hij zit aan. Oh, ik had de hele tijd zo moeten filmen. Nou, dat is leuk met die doel. Kijk. Ja. Ja, ik had echt niet aan. Nee, nog niet. Nog niet. Nee, nog niet. Ik weet ook de weg. En die weet hij dan weer? Ja. Nou, die weet helemaal niks. Nee. Dat is het leukste. Een cadeaukaart. Van bol.com. Ik wist niet anders. Een tientje. Voor George. Dat kan van me wel. Ja. Voor George kopen. Ja, dan kan je iets voor George kopen, ja. Hoe noem je ze net ook weer? Roeispanen. Wat zijn die roeispanen dan? Laat eens even zien. Deze dingen. Roeispanen. Ja? Oh, dat zijn roeispanen. Kijk, allemaal roeiresten. Dus als ik bijvoorbeeld een opblaasboot, maar opgepompt kan ik hiermee roeien? Makkelijk, ja. Oké, weet ik dat. Je moet dat heel snel achter elkaar doen, anders red je niet. Oké, wat vind jij ervan? Anders kom je echt aan de overkant. Waar jij wil. Jullie komen er gewoon echt niet bij, hè? En roei! En roei! En roei! Super tof dat jullie in ieder geval gekeken. Ik hoop dat jullie eigenlijk van deze video genoten hebben. Vonden jullie deze video leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkjes, gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben al richting het Gouwenplein. Dan ga ik daar even boodschappen doen. Even wat dingen halen. En ik kan ook vertellen is, eindelijk kan ik wat bekend maken. Jullie hebben waarschijnlijk op mijn Instagram of mijn Facebook al gezien. Ik ben de jury, de eerste jury.